maar het gaat een soort van vanzelf. Het is eigenlijk een blanco schilderij. Je kan elke lijn zetten die je zelf zou willen. Dus je vergeet eigenlijk alles om je heen. Je denkt niet meer aan andere dingen. Dat is echt heel fijn. Ik heb eigenlijk wel mijn studie een beetje gekozen ook op deze locatie. Want ik had zoiets van, ja, ik kan wel een studie in een andere stad gaan doen. Maar de meeste plekken waar je studeert, die zijn niet zo dicht aan zee als hier. Ik had voor mezelf zoiets van, nee, ik wil eigenlijk niet van zee weg. Ik wil hier blijven om zoveel mogelijk te kunnen surfen. Toen ik 11 was, ben ik begonnen met surfen. Mijn vader me ooit op een surfboardje gezet en een golf ingeduwd en toen is het eigenlijk begonnen. Toen werd ik benaderd in het water door Roxy. En als klein meisje keek ik altijd al helemaal op tegen dat merk en dat vond ik echt super gaaf. Dus toen was het wel wat serieuzer geworden. Moest ik deelnemen aan wedstrijden om dus ook promotie te maken voor Roxy. Ik heb ook vanuit school een bepaalde regeling daarvoor gekregen dat ik, mocht ik naar wedstrijden zijn of op trainingstrips, dat ik daar een vrijstelling voor kan krijgen. Zodat ik ook mijn uren kan maken in het water en gewoon bij wedstrijden aanwezig kan zijn. En zodra er golven zijn eigenlijk, probeer ik in het water te liggen. Dus ook wel eens tijdens school wil ik eigenlijk het liefst zo snel mogelijk naar het water toe om te kunnen gaan surfen. Oh, we gaan nu echt naar Japan. We moeten straks gewoon echt aan de bak en die wedstrijd daar zo gaan doen. Dus als surfer voel je ook wel een druk om goed te presteren voor je team. Je wil echt zo goed mogelijk doen voor je land. Dus dat zorgt er ook wel voor dat je nog eens extra je best wil doen ervoor eigenlijk. Je support elkaar als surfers. Dus je staat elkaar tijdens de heats aan te moedigen met vlaggen erbij. En je merkt ook wel dat het Nederlandse surfniveau ook wel aan het stijgen is. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay now, from the beginning. Hit it, boys.